Hoi kijkers van de Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze hele leuke serie. Iemand heeft mij iets geleerd. Het is echt geniaal. Er zijn vier dingetjes die ik wil proberen doen in deze aflevering en dat is dit. De toren, dat wordt een fort. Een pad en dan smash. Smash, snap je niet, maar dat wordt wel leuk. Iemand heeft mij een tip gegeven om hier zo in te kunnen zetten en die stoel zonder dat ik de minecart de hele tijd weg laat gaan. Snap je? Ik snap het. Dus dan is het maar goed, hè? Dan is het goed. Oké, ik pak blokjes. En dan heb ik rails nodig. Die zitten hierin. Weet ik wel. Dan ook nog een minecart die we maken van iron, wat we ook al bij hebben. Dan wil ik nog een mooie tapijt, want... Daar hebben we wol voor nodig. Dit. Dan met een mooi kleurtje. Dat is. Nou, dat weet ik niet. Laten we wit pakken. Dan is het goed, denk ik. Nee, een piston. Een piston hebben we volgens mij wel. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij niet. Oké, dan gaan we hem zelf maken. Pakken de redstone. Dan gaan we naar de crafting table. Zo. Jupla. En dan kunnen we heel snel... Oh, nee, niet daar. Een piston maken. Dat is hoe we een piston maken. Dan beginnen we hier zo. Hier zo doen we dit. Zo. Minecart. Hopla. Die kan ik niet pakken, die items. Zet blokjes hier. Dan pesten hier. Dan deze trap. Zo. En dan moet ik de dingen poweren. De pesten. Dus dan pak ik eventjes een lever. Die zetten we hier. Dan hebben we de stoel daar. Met de minecart erin. Zo. Kunnen we dit wegdoen? Deze blokjes uit de weg. Daarvoor hebben we deze carpets. Die zetten we hier. En als alles goed is gegaan, dan kunnen wij nu de minecart niet verplaatsen. Dat is heel leuk. Dankjewel. Degene die dat heeft gestuurd. Vroeger wist ik nog wie allemaal de suggesties gaf en zo. Maar ik ben aan tegenwoordig. Weet ik nog gewoon niet meer. Hij ging een beetje fout. Zo. Maar het is niet heel erg. We kunnen erin zetten. Kijk ons. Swag. En hier kunnen we dus eten. We moeten wel zorgen voor eten. En ons dingetje. Moeten we wel eten hebben. Dan gaan we nog eens regelen. Ik zal het hier zo doen. We gaan nu het pad doen. En dan... caps lock. Maakt niet uit. Doe ik eventjes de spullen erin die we nodig hadden voor dit. Zo. Kan dit? Past dit er nog bij? Ja hoor. En dan gaan we nu het volgende doen. Wij gaan een pad maken. Ik heb daar deze stone voor. En daar gaan we voor gebruiken. Eerst eventjes naar bed. Want ik ben moe. Oh, zo. Mijn ogen. Oh nee, hop. Gaan we naar buiten. Flop. Wakker. Wakker worden. Gaan we naar buiten. Yo. Maken we hier het pad verder. En dan kunnen we dat pad ook aanleggen. Zo hier. En dan sluit het aan op onze... Ja, wat is het? Farm. En ook een beetje langs de kippen. Plek. Zo, dit kan allemaal weg. Floepie. En dan kunnen we het neerzetten. Oeh, jee. Boom. Dan is het volgende wat ik wil gaan doen, is smash. En smash, dat is ook iets heel leuks, denk ik. Ik heb het niet. Ik weet het niet. Ik had vanmiddag op school, mijn vriend had een zak snoep. En ik zei, als je mij een snoepje geeft, dan vernoem ik mijn zwaard naar smash en dan maak ik het een vliegenmapper. En dat dwingt ons om met een texture pack te gaan spelen. Ik heb al een oprijs maar op een texture pack, misschien weet je het al en misschien niet. Maar we zullen een nieuwe aanmaken waar alleen maar ultiem goede ideeën in komen. Dit is hem, de Diamond Sword. We gaan hem editen. Dit is het programma wat ik gebruik, de Resource Pack Workbench. We gaan naar internet. En dan gaan we op Google. Zo. Pakken we bij afbeeldingen een vliegenmapper. Wat een verrassing. Hebben wij een leuke vliegenmapper die hierbij zit? Deze is vanaf de verkeerde hoek gemaakt. Maar die kunnen we wel gebruiken. We kopiëren hem. Zo, naar hier. En wacht hoor, dan moeten we eerst eventjes bij dit. Zo'n trucje. Afbeelding, formaat wijzigen. 512 bij 512. Dan hebben we dit grote, die doen we allemaal weg. Dan kopiëren we deze vliegenmapper. En wat we dan gaan doen, is eventjes de rand ervan weghalen. Dat kan zo. Dan doen we de tolerantie telkens minder. Totdat hij deze steel niet meeneemt. De handvat ding, stukje. Want dan willen we er niet bij hebben. Doen we telkens een beetje aanpassen tot het perfect is. Zoiets. Dat is niet perfect, maar het gaat. En dan doen we deze gaatjes ertussen, die willen we ook weg. Maar dat is echt te veel werk, dat kun je gewoon niet doen. Dan moet je telkens
ook de goede tolerantie vinden. En dan nog eens de hele tijd delete, 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 delete. Weet je, ik ga het off-camera doen. Ik heb het voor een groot deel eruit gekregen. Dan gaan we nu bij effecten. Dit is een plugin die ik heb. Object. Feather. Zo. Oké. Dat is mooi, denk ik. Dan gaan we hem een beetje draaien. Want we willen wel dat we hem goed hebben. Het zwaard ziet er zo uit. Dus dan deze ook. Dan gaan we hem spiegelen. Zo. En dan weer een keertje draaien. En nu is die zomaar goed. Zo. Dan gaan we hem nog een beetje groter maken. Dus we pakken hem zo. En dan groter. Nee. Ik wil hem echt perfect hebben. Dit is goed, denk ik. Nee, iets groter nog. Maar dan wel dat het past. Hey, ik vind dit goed. Dan gaan we hem zo opslaan. Oké, safe. Allemaal prachtig. Ga maar weg. Dan kan dit weg. Dan gaan we terug naar dit programmaatje. Save. Export to Minecraft. Leuke resource pack. Oké, close. Zo noemen we hem. Dan gaat hij weg. En dan moeten wij opnieuw Minecraft opstarten. Zo, weer opnieuw opgestart. Dan gaan wij de resource pack kiezen. Het is de leuke resource pack. En dan kijken we of het goed is gelukt. Daarvoor moeten we in een andere wereld. Want in deze wereld hebben we geen diamond sword. En ik heb er ook niet genoeg diamonds voor om erin te maken. Anders had ik die wel. En, laden. Dan gaan we naar deze. Texture pack test wereld. Dat is hier zo. Niet dat dat speciaal daarvoor is, maar ik vind het wel leuk. Ik ben een beetje autistisch. Nee hoor. Jawel. Een heel klein beetje. Ik ben volgens de wet autistisch. Oké. De steel van deze vliegenmapper is een beetje mislukt. In ieder geval, we kunnen er wel monsters mee slaan. Laten we het eens testen op een zombie. Misschien kan ik het ooit nog verbeteren met die steel. Wow, ontploffingen. Kijk. Tjak, tjak, tjak. Dan vermoorden we de zombies met een vliegenmapper. We gaan terug naar de wereld. Zo. En beginnen we aan ons fort. Want we hebben nu smash gedaan. En we hebben nu toren gedaan. Kunnen. Ja, ik ga gewoon met de blokken die we gaan gebruiken. Ga ik een soort van outline maken. Voor ons fort. Ik neem even wat blokken mee. En dat is. Voor de lol. Kijk, nee, daar kunnen we ze gebruiken, die blokken, voor ons fort. Jullie weten nog niet waar, jawel, jullie weten wel waar het komt. Zo, dit is wel genoeg, denk ik. En dan gaan we naar boven. Zo, hallo allemaal, welkom ons buiten. En dan, hier zo is het. Ik heb hier ook al wat kistjes neergezet. Dit is opgeraapte crap die ik hier zo heb opgeraapt. En dit is voor de bouw. Dus dan kunnen we dit in doen. Dan pakken we eventjes de cobblestone dat we gaan gebruiken. En dan gaan we een soort van outline maken. Ik ga hier zo beginnen. Zo. Nog eentje hoger. En dan een outline dat houdt in. Gewoon een lijn van de muren. Hoe de muren komen. En hoe groot het wordt. Dit is wel goed, denk ik. Of nee, wacht. We willen wel een mooi uitzicht. Dus dat is tot hier zo, denk ik. Hier. Dan gaan we hier zo naar verder. En dan doen we dit stukje tot boven het balkon. Wat onder ons is. Wat niet echt een balkon is. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Zo, iets verder. Zodat we echt vanaf hieruit overzicht hebben. Op dit beeld. Het gaat echt. We willen heel veel rekening houden met mooi uitzicht als we erin lopen. Dan dit gaat weer terug naar binnen. Tot we op een goed level zijn. Goede hoogte. Hier zo kunnen we naar rechts. Zo. Jalala. Dan weer terug de bocht in. Oh wacht, deze boom staat in de weg. Hallo boom. Doei boom. Hallo Jumbo. Ja. Heel erg slecht. Zo. Klim klim. Drop. En dan gaan we terug naar hier zo. Dan ben ik van plan om het fort nog zo te bouwen. Dus dan doe ik die outline ook nog even. Zo, dit is de outline. Het gaat dus zo, wat we al hebben gemaakt. Wacht hoor, laat me er even opkomen. Zo, ik zou daar niet opgekomen hebben hoor. Ja. Dan gaan we hier zo de hoek om. Dan gaat het hier zo verder. Met hier zo komt een mooi uitzicht naar daar. Hier de bocht om. En dan hier zo weer een ruimte met een mooie tuin, ben ik van plan. Hier zo weer de bocht om. En dan hier zo ook weer een mooi uitzicht op hier zo.
En dan gaan we het ook weer mooi bouwen. En dan hier zo'n mooi hoek om. En dan komt het hier weer terug. En via deze trap kunnen wij ons huis in. Slim over nagedacht, hè? Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat dan even een like achter. We gaan ook nog zorgen dat de muur echt komt tot de grond. Dus dat we gewoon, ik weet niet hoeveel afleveringen. Ik hoop niet te veel, want het is echt heel saai. Gaan we gewoon zo dit en toe neerzetten. Dus dat het ook, ja, dat het niet leeg is beneden, want dat is gewoon heel raar. Dat is gewoon weird, yo. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Voor meer. En dan zeg ik tegen jullie, tot de volgende keer. Doei.